Ja, goedemiddag. Welkom op het stembureau van Sint Agnes, Huize Agnes in de gemeente Heemskerk. Dit is stembureau nummer 1. Op dit moment is het even rustig. Dit is altijd een van de stembureaus wat de drukste stembureaus van de gemeente Heemskerk zijn. We hebben hier altijd een enorme opkomst. Ook de opkomst vandaag is, kan ik wel zeggen, ontzettend hoog. We zitten nu al op een aantal kiezers wat is gekomen van ruim 450. Dus wij verwachten ook vandaag een hoge opkomst op dit stembureau. Het is hier altijd een heel gezellig stembureau. Ik zit hier samen met collega's. Eén collega heeft nu even pauze. En ja, met z'n vieren redden we dit prima. En is het gezellig druk. Er is hier altijd een hele gezellige sfeer in dit stembureau. En ja, mensen zijn van harte welkom om hun stem uit te komen brengen hier op Huize Agnes of op een van de andere stembureaus binnen de gemeente Heemskerk. En ik roep bij deze vooral de kiezers op, breng vooral uw stem uit vandaag. De tellers, meestal hebben we voldoende vrijwilligers. Gelukkig zijn er heel veel mensen in de gemeente Heemskerk die ook willen helpen op een stembureau. Naast me bijvoorbeeld zit deze jonge man. En ja, die is zeer geïnteresseerd in de politiek. En die zegt, nou, omdat ik geïnteresseerd ben, wil ik het ook eens een keer meemaken om op een stembureau zitting te hebben. Als lid van een stembureau. En vandaar dat hij ook hier zit. En hij probeert ook eigenlijk, maar misschien kan ik hem dat beter zelf te laten zeggen, om meer jongeren daarvoor op te roepen om zich aan te melden voor lid van een stembureau. Misschien, Lucas, wil je dat even doen? Ja, natuurlijk. Ja, nee, ik denk dat het heel belangrijk is dat gewoon veel jongeren bezig zijn met politiek en met de democratie. Dat is iets wat we moeten koesteren hier in Nederland, want dat heb je niet overal in de wereld. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. En juist door op zo'n stembureau te zitten, zie je gewoon heel erg hoe die democratie werkt. Gewoon hoe kiezen werkt en hoe politiek in elkaar steekt. En ik denk dat dat heel belangrijk is dat wij jongeren daar ook meer aandacht voor schenken. En dat ook, omdat uiteindelijk is Nederland ook van ons. En wij zijn de toekomstige generatie die het land moet sturen. Dus belangrijk dat wij er ook naar kijken, denk ik. Vindt u het belangrijk om te stemmen bij de verkiezingen? Ja. Ja, heel erg. Alles. Ja. Ik stem op alles. Okay. Heeft u getwijfeld over, over uw stemkeuze? En hoe bent u tot de beslissing gekomen? Ja, toch de persoon. Ja. Oké. Wat zijn voor u de belangrijkste thema's bij het bepalen van uw stem? Vluchtelingen, zorg en bestaanszekerheid. Vindt u het ook belangrijk dat iedereen stemt? Ja, dat recht heb je en dat moet je nemen.